Jongens. Die ziet er ook echt niet uit. Ik zei ook tegen jou, Ron, die hamburgers zien er helemaal niet uit als je die plaatjes. Nee, joh, wel toch? En kijk, jij zegt die broodjes zien er niet zo uit. Ja, ik bedoel, ze zijn wel lekker, man. Dit is een broodje als in zijn geheel. Hé, maar jongens. Vandaag hamburgers, want... Waar is mijn burger? Ja, die zit er los in, die jongen. Die zit er aluminium. Nee, maar want we hebben in Nederland natuurlijk te maken met een burgeroorlog op dit moment. Rob, hoe noem je dit? In één keer zeggen. Aluminiumfolie. Nee, even serieus. Aluminiumfolie. Goed. Zo. Ja, jij denkt dat ik een spraak heb. Jij moest het vroeger bij logopedie moet je dat uitspreken, maar wij kunnen dit wel gewoon, hè? Ja. Maar dit moet even uitgeknipt worden. Oké, het is goed. Dames en heren en meisjes, welkom. Vandaag zitten we hier met... Allemaal burgers, denk je, hoezo? Nou, het is tijd voor een burgeroorlog! Ja, wat hebben we dan doen? Nou, zoals jullie hebben gezien, podcast doen het goed en het is weinig werk. En we hebben ook niet heel veel tijd voor de video van morgen. Dus, ja, dus als je denkt, nee, jezus, wat zijn jullie recent zeg maar, met deze video? Want het is iets wat op dit moment echt speelt. Hoe kan dat? Hoe wisten jullie dat 2 weken geleden? Ja, jullie nemen toch vooral 2 weken, of normaal 2 weken van tevoren op. Nou, het kan even mooi uit. Hebben we mis? Maar dat betekent niet dat wij... Knettert daar toch al die saus er gewoon op, jongen? Sauskoppie. Dat betekent niet dat wij de afgelopen periode stil hebben gezeten. Nee, aanstaande vrijdag om 5 uur komt er een tandtoeharde videoclip online. Zo. Van onze nieuwe hitsingle, genaamd... Mogen we dat al zeggen? Nee, niet zeggen. Daarom ben ik bij jou en jij bepaalt het. Maar vraag even in de comments jullie denken dat de titel was. Nee, maar mensen moeten niet te veel verwachten, want het is wel ander genre. Dan ja. Dan, we gaan uit als een comfortzone. Gaan we vertellen over hoe de clipopname verliep? Omdat het best lekker weer was. Nog tips van de sluier geven al. Zou ik even een geluidsdruk doen? Er zit nog steeds zand in mijn reet. Oh. Dit is een spoiler dit, hoor. Zo, dit was even de dag. Van die zand. Ik heb de zandbak hebben ze te rollen zo heerlijk. We hebben Koens anus gezandstraald. Nou, ik moet zeggen dat ik heel hard heb lopen janken, omdat heel mijn lenzen dus helemaal dit zijn genoeg spoilers, mensen. Jullie zijn helemaal hyped. Nou, misschien waren we op het strand. Goed, over de burgeroorlog gesproken, voordat ik die eerst had genomen. Rob, jij was vanavond nog in Eindhoven. Ja, ik was vandaag. Ik ben gisteren, toen was het advies om niet meer naar Eindhoven af te reizen. Althans naar de binnenstad. Toen ben ik toch even gegaan, maar niet naar de binnenstad. Gewoon naar mijn vrienden in het huis. Maar ik heb eigenlijk niks meegekregen. Wel voor alle filmpjes. Hoezo, je hebt al een hele dag memes doorgestuurd. Ja, dat wel. Want dat is leuk zeg maar. ProRailBussie. Omdat ik uit Eindhoven kwam, een soort van... zit je dichter bij de bron, dus je hebt sneller die filmpjes voor je gevoel. Ja. En dan daarna zie je ze op het wereldwijd, bijvoorbeeld de story van Koen voorbij komen. Die loopt altijd achter. Die dacht gewoon alles en dan... Wat ben je nou? Ja, die lamp beweegt fucking veel. Ja, ik kwam omdat ik er net per tanto achter. Ik wil wat drinken. Wil je wat drinken nog? Nou, dat kan. Ja, maar is dit iets naar voren trouwens? Is dit officieel van Jannekes? Wow, meegenomen. 5 uit krat. Stond hij bij de huis met die bezittiging? Ja, ik neem ik mee. Nee, pak maar. Is half 5? Ja. Is dit een mukbang? Buiten. Nou wel, ja. Het is wel een mukbang, hè? Ja. Nou, mensen, Nederland staat in brand. Ja. Ja, wat vinden we daar nou van? Nou ja. Kijk, weet je wat het heeft nog lang geduurd eigenlijk, soort van. We hadden het wel een keer voorspeld. Van de kaartje de pleuris uitbreken. Nou, maar jij zit ook dichter bij de bron, zoals je net zei. Dus jij zag het al aankomen. Wat had ik dan met jullie over of vanochtend? Nee, het was met jullie toch? Dat er waarschijnlijk amper Eindhovenaren daar uiteindelijk nog tussen stonden. Want je gaat in je eigen stad vernielen. Maar waarom ging je staan naar Eindhoven? Weet je wat ik vind? Kijk. Praat met vol mond. Ja, dat is een mukbeen, dat mag al. Oh. Op het moment dat je zogenaamd tegen corona aan het protesteren bent. Nou, dat... Tegen corona? Moet je doen. Ja, of tegen de coronamaatregelen, sorry. Ik heb respect voor corona. Ten eerste heb ik respect voor corona. Weet je dat in eerste instantie het was een andere demonstratie? Van zo'n anti-islamitische, nou ik zeg dat misschien verkeerd. Pegida. Pegida was eigenlijk de demonstratie. Er waren er twee volgens mij. Instantie. Ja, er waren een soort van 2 demonstraties in 1 ofzo. Er waren 2 demonstraties in 1 ofzo. Pegida was in ieder geval toen had de gemeente gezegd, nou nee. Ja. Want het is en dan moet je natuurlijk dat niet zeggen tegen demonstranten, want die gaan allemaal zeggen, ja... Je kan altijd demonstreren. Zitten nog grondwet, we mogen demonstreren, dat is tegen onze vrijheid. Nou, dan gaat het dus helemaal los. Ja. En dan komen er dus mensen die er helemaal niks mee te maken hebben, die dan daarheen gaan. Maar ja, een beetje knokken. Maar het ding is bizar, want over het algemeen, die mensen denk ik die daar zijn over het algemeen allemaal tegen de coronamaatregelen. Ja. Dus je zijn allemaal van, de winkels moeten open. Wat ik dus niet snap, dan ben je dus zogenaamd tegen de coronamaatregelen en die winkels daar, die zijn al een jaar lang dicht. En dan ga je winkelruiten ingooien. Ja, maar dat toen ging het toch sowieso al helemaal mis. Ja, maar ook, wat beziel je dan? Daar zit meer dan de helft van de mensen die een winkelruit ingooit, staat er helemaal niet met een politieke reden. Ze staat er gewoon omdat ze denken, oh leuk, we kunnen rellen, iedereen doet het, dus we zijn niet per se rellen. Ja. Dus je denkt eigenlijk dat die komen om een statement de achterliggende gedachte. Nee, maar zij vinden toch wel, zeg maar, dat niet, maar zij hebben toch allemaal wel van... Proost op de burgeroorlog. Op de oorlog. Ik heb honger, gek. Ik heb niet geluncht. Zo. Zeg dat. Kant van dat ding. Zo!
Gelijk recht in. Is weer normaal bier sinds die Buffy troep die we de afgelopen paar weken hebben, zeg. Dus ja, ik vind het lekker, eerlijk. Dit is toch lekkerder dan een Buffy? Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, sinds de verschrikkelijke gebeurtenissen in Eindhoven, koop ik ook geen Buffy meer. Ja, hoezo? Je moet de ondernemer sponsoren uit... Waar komt Buffy dan van? Bavaria. Lieshout. Oh ja, Lieshout. Je moet die hele stad boycotten, dat die stad afsterven. Nou dan. Nee, maar ik vind dat ongelooflijk. Maar ik vond vooral ook wel, en dat is echt sneu, man. Ik bedoel, ik hoorde verhalen van zo'n restaurant wat daar zat, wat dan nu nog open is omdat ze kunnen bezorgen. Weet je wel, dus er zijn dan nog een paar mensen aan het werken. Die moesten allemaal half onderduiken omdat ze in de vuurlinie lagen en zo. Nou, vervolgens heel hun terras in de fik gezet. Nou, lekker man. Zit je dan al met je kutsel en dan steek een paar van die klojo's ook nog je hele terras in de fik. En dan... Ja, wat wil je dan, zeg maar? Dat is toch fucking zielig. Ja. Ik is echt fucking sneu van die mensen. Moest je toen huilen? Maar word je niet opgenomen in de moment of zo dan? Als je dan zo daar staat met al die adrenaline en weer dat vechten tegen de politie. Je loopt de kamer op te fokken. Dan ben je op een keer zo opgefokt dat je daar niet meer over nadenkt ofzo. Ik denk, en dit is niet te generaliseren, maar de helft heeft denk ik wel een klein lijntje of twee, drie door de neus gehaald. Dus ik denk dat dan sowieso... Die mensen hebben gewoon een excuus nu om te gaan rellen, terwijl ze dat elke dag vinden dat leuk om te doen. Was dat onvermijdelijk omdat mensen zo lang binnen zitten en een ID kwijt konden? En omdat het soort van fijn dat niet meer tegen Ajax speelt. Ja, dat speelden ze wel, maar... Ja, er waren ook geen supporters in de A4 dat... Ajax is lang niet meer echt een wedstrijd natuurlijk. Bro, jullie hebben zoveel geluk gehad, maar dat staat er even los van. Het valt meteen. Nee, maar ja, dat is het ook. Maar ik denk wel dat we nog even een week door gaat zetten. Ik denk, we nemen dit op nu, op maandagavond. Ja. Ik denk dat het vanavond ook weer helemaal los gaat. Jullie kijken dit op dinsdag, dus veel plezier. Maar gisteren was iedereen vrij. En vandaag? Ook. Ik denk dat die mensen werk hebben. Maar waarom zit je... Het is geen realisering. Ja, inderdaad. Ja. Het is geen beter dan die mensen of zo. Ja. Nee. Rob is gewoon boos op de mensen die zijn stap kapot hebben. Ja, voor mijn stap! Maar wat vinden we van de avondklok zelf? Nou, het is natuurlijk wel kut. Ja, het is wel kut. Ja, kijk, voor zoals mij Milo moet straks weg, want anders is het 9 uur. Ik ben Milo en ik werk. Kan hij wel zo ondertekenen. Zo, als je ZZP'er bent, kan je dus. Je hebt dus dan en je soort persoonsverklaring nodig. Waarmee je aangeeft van, mijn werkgever heeft me dit goedgekeurd. En die werkgeversverklaring moet je dan ook zelf invullen, want je het ook zelf bent. Maar je wordt er niet soort van naar gekeken of het al een beetje valide is? Ja, kijk, het is eraan, mogen zij dat beoordelen? Mogen zij zeggen, dit is niet noodzakelijk? Voor mij niet, want het is gewoon werk. Ja. Nou ja, het ding is dat, als jij misschien aangeeft van, ik maak YouTube-video's. Dan zij denken, ja, maar oké, dat kan je ook tussen deze en dan kan je ook op pauze zetten, weet je wat je moeder wil zijn. Maar volgens mij mogen ze dat niet bepalen of dat noodzakelijk is. Ik denk alleen wel, als je zo'n verklaring hebt, maar je bent bezopen en je denkt, ik neem die verklaring mee, zodat ik dat kan aantonen, dat ze dan toch wel zeggen van, ja, maar dit... En ik denk ook, als jij met 140 naar huis gaat en aangehaald worden de politie, dat je dan ook... Is dat echt gebeurd vorige week? Zat helemaal los van. Na de bankzitsopnames? Nee, dat is niet gebeurd. Ben je echt aangehouden? Ja, ik ben aangehouden, leuk. Is toch een leuk verhaal? Staande. Staande gehouden, ja, sorry. Staande. Foto staande. Nee, maar dat staat er los van. Maar dat is wel zo, ja. Maar heb je al bekeuring mee? Is dat net zo? Is het net zo? Brief van OVJ. Ja, even melden dat zo waar gebeurt. Drie maandjes zitten en dan mag je echt voorkomen. Ik heb geen idee, man. Is dat net zo waar gebeurd dat Rob deze week twee camera's heeft gesloopt van bank zitten? Ja, en dan hadden we daar doe je het ander kwaad mee. Kijk, en je eigen lens, oké, maar dat je ook die van mij verrot gooit, dat is wel jammer. En mijn HDMI naar micro-HDMI kabel. Dat heeft hij zelf gedaan omdat jij een kabel van 1 euro hebt. We hebben echt teringzieke ruzie gehad, die twee hierop. En het leek echter dat die ruzie met dat schaken. Maar ik kwam ook later aan, want ik dacht van, waar staan de camera's dan? Ik merk ook dat je zo lang binnen dat die frustratie begint op te borrelen. Maar ik denk dat wij het niet meer langer volhouden. De avondklok gaat ons nekken, jongen. Nee, maar we hadden het over de avondklok. Ja. Ik vind dus dat... Iedereen houdt zich er wel aan, tenminste ik. Ja, het is dag 2. Ja, dan nog. Ja, over 6 maanden houdt niemand zich er meer aan, toch? Nee, maar over 6 maanden houdt niemand zich er meer. Dat is ook zo, maar dat is toch het ding. In het begin bij de lockdown hield iedereen zich ook eraan. Dit zijn de strengste lockdownregels, maar het is niet zo'n lockdown als in het begin. Nee, dit zijn niet de strengste. Streng is dat je gewoon niet meer buiten mag. Nee, maar die waren gehad, toch? Ja. Terwijl in het begin, toen die intelligente lockdown kwam, toen ze zeiden, ja, blijf maar binnen. Ja, maar toen hield iedereen zich eraan. Toen dacht ik ook van, als ik naar buiten loop, ben ik dood. Ja. Ben ik gewoon dood. Uit die chopper gesnijpt. Is het ook niet zo dat die avondklok, dat wij ook niet bij de levensgroep horen die daar last van heeft? Nou ja, het ding is, waarvoor die avondklokken natuurlijk hoofdzakelijk is, is zodat mensen niet meer gaan chillen op zaterdagavond en met 10 man gaan zuipen. Ja, dat er. En dat doen wij sowieso niet. Dat is het punt, dat gebeurt maar wel minder, denk ik. Het gebeurt zeker nog steeds, maar het gebeurt minder en daar gaat het dan toch op. Maar het is allemaal gewoon rekken tot die vaccinatie, toch? Ja.
Ja, maar die zijn volgens mij per maanden vertraagd. Ja, zelfs dan is de vraag of het gaat werken natuurlijk. Want er moet wel een bepaald gedeelte van de bevolking zijn dat als die vaccinatie... Als iedereen zich eraan hield, dan werkte het fucking goed. Ja, maar iedereen is er klaar mee. Weet je wat het dus is? Voor mij was dat Wilders en Baudet, die zaten aan het begin heel erg van, je had een lockdown moeten doen. Ja. En zeggen van, ja, nu is je lockdown, maar nu hoeft het niet meer, nu bla bla. Maar die doen net alsof, als je aan het begin een lockdown had gedaan... Dat moet je zeggen. Nee, maar ze doen net alsof als je aan het begin een lockdown had gedaan, dat corona dan weg was geweest, omdat je dan... Dat is niet wat ze zeggen. Wat ze zeggen is, dat in het begin, dat corona, zij vinden corona heel overschat. Dat die mortaliteitscijfers zijn uiteindelijk veel lager. Ja, maar dat kon natuurlijk. Ja, door die maatregelen. Door die maatregelen. Dat is natuurlijk de paradox. Ja. Maar hun idee is natuurlijk dat... Toen destijds wist je niet wat er op je afkwam en waren zij ook heel erg ervan overtuigd van dit is iets heel gevaarlijks. En toen hadden we volgens hun veel hardstelling moeten optreden. Dat was dus een foute beslissing geweest dan. Ja, precies. Nou ja. Als in, ja, zo erg was het niet. Nou ja. Als in, het is wel erg, maar... Niet te politiek verdedigend, maar het is toch in een situatie die nog niet eerder is weergekomen. Nee, ze konden het niet weten. Nee. Maar ze zaten wel af te zagen. Ze zagen alles af. Wat, ja, maar ja, dat is daarom zijn ze oppositie. Klopt. Dat is gewoon puur politiek, toch? Dat klopt. Maar ze zitten er wel dan toch naast. Want je gelooft wel, als je zo hard erop ingaat en je zit ernaast, dan is je geloofwaardigheid. Ik vond mooi, iemand had een tweet over Geert Wilders. Die had dan dat er bij voetbalhooligans, die waren aan het vechten en die waren opgepakt. En toen zei hij van ja, dit en dat en boetes en straffen. En dan vervolgens... Dat stuurde hij de volgende dag dat gebeurde. Toen vervolgens waren er overal in Nederland rellen en dan stuurde hij goedemorgen Nederland. Ja. Met helemaal niks erbij. Maar ja, oh, hier is mijn beker. Maar die avondklok, ja. Jij zit meer in dat studentenleven nog een soort van... Nou, dat niet eens per se, maar het is meer... Bijvoorbeeld, vanavond, ik moet dan inderdaad nu even opletten of ik op tijd thuis ben, maar dat had ik nog wel met die werkgevers zou kunnen voorkomen. Maar, ja, stel het feit dat je een vriendin wil. Ja, klopt. Cool. Dat kan gewoon ervoor. Ja, maar ja, stel ik heb zo'n opname en het loopt een beetje uit, je hebt een beetje krap, dan kan het gewoon niet. Terwijl, ik stap in de auto, ik rijd erheen, ik loop die auto uit, ik loop aan. Ja, maar ja, dan is het uitzondering, ik vraag me dus af hoeveel gevallen waar het nuttig is, hoeveel die hiermee voorkomt. Er zijn echt wel mensen, want wat we net al zeiden, het is echt gemaakt voor dat mensen niet meer bij elkaar gaan om elkaar te zuipen of te borrelen. En dat gebeurt nog steeds. Ja, maar dat veel minder. Oude mensen als in veertigers die even bij je, die houden zich wel eraan. Ja, want die denken van ja, nou oké. Ook heel veel niet. Ja, die heb je altijd. Wel minder. Er gaat nooit een regel komen waar iedereen zich aan gaat houden, maar als het daar dat ook minder wordt... Ja, maar het is wel natuurlijk het argument wat je ook van al die gasten die nu daar staan is. Want is het dan waard? Want de avondklok is natuurlijk best wel echt een fucking ingrijpend iets. Ja, dat je gewoon iemand verbiedt, dat je bijvoorbeeld mij verbiedt vanavond om na 9 uur naar mijn vriendin te rijden in de auto. Dat verbied je me gewoon. Ja, maar dat is dus het ding. Dat is een soort van collateral damage, toch? Ja, tuurlijk. Maar je moet dat het is wel voorlopig 2 weken, toch? Ja. Maar dat is wel echt triest weinig. Alles is voorlopig 2 weken en die vorige lockdown is ook alweer een paar weken langer dan gepland. Ja, ja. Dus die 2 weken hadden we niet zo tot, wat is het eind feb? Dus dat gaat nu hier ook gebeuren. Maar het ding is, tuurlijk zal het wel iets helpen, maar je moet je afvragen, is dat het waard? Want als die ziekenhuizen nu niet vol liggen en je hebt een vooruitzicht van er komen vaccins aan, dan kan je dan niet zeggen van nou, laat het nu maar een beetje gaan zoals het is. Het is nu niet heel ernstig. Natuurlijk wil je het beter hebben waarom je nu die avondklok probeert. Ja, ik vind het lastig, omdat mij niet zo heel veel boeit inderdaad. Ja. Dat is lastig Maar je hebt er geen last van. Het boeit ons allemaal niet superveel. Ja, ik heb ook geen last van. Wat het vooral is dat... Jij gaat gewoon 4:30 door. Hartstikke idee! Mensen die blamen die politiek dan heel erg. Maar heeft het te maken met per se met de politiek of met de mensen die... Kan het niet goed doen, toch? Je kan het nu niet goed doen. Want wat je ook doet... Ik ben ook met heel veel dingen die ze doen niet eens, maar ze kunnen het ook niet goed doen. Want dat is wat zeg je voor? Ze doen nu geen avondklok en je ziet uiteindelijk dat het ineens super erg omhoog gaat. Dat je ziekenhuis voor zegt, ja, waarom hebben we geen avondklok gedaan? Je weet ook nooit of het echt geholpen heeft. Daarom, dat kan je ook niet weten. Dat is, Maar gisteren zijn er wel mensen besmet, denk ik. Allemaal steen van hand tot hand, weet je wel. Heel veel mensen hadden ook een mondkapje op, maar ik weet dan niet of ze dat onherkenbaar waarom deden of omdat ze echt dachten... Ze hadden ook gewoon een iets grotere mondkap met alleen 2 gaten hier. Dat is ook een soort gezicht. Had je het filmpje gezien van die kassa die uit de Jumbo was gemaakt? Ja. En op de grond kapot gooit en allemaal erop af. Die stuurde ik naar jullie toe. Ja. Allemaal erop af. Ja. Mooi. Maar dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Maar de Jumbo draait daar aan het complot. Houden jullie het nog langer vol, denk je? Nou hoor. Kerstavond. Ja. Kookpunt. Kerstavond? Wat zijn nou? Nee, kookpunt. Kerstavond. Ik sta op kookpunt. Ja, maar ja, vind ik als een ding van, hou je het vol, ja. Is dan, als je dan nu de neiging voelt... Nou ja, dan die mensen die gereld hebben, die houden het niet vol. Dat is bullshit, want die mensen hadden het sowieso... Als er een aanleiding is, als de corona niet had bestaan en er was nu ergens...
een of andere persoon doodgeschoten in een ander land. Ik heb geen idee. Als die een aanleiding hebben om te mogen rellen, vinden ze dat gewoon leuk. Ja, klopt, maar dan houden ze het, hebben ze niet ingehouden. Want je mag nu niet rellen. Zoals dat hij een pilsje wil doen met Mick, ja, dat ja. Heeft hij ook niet in kunnen houden. Dat heeft hij wel gedaan. Ja, dat is zijn beste vriend. Dus dat, ook, dat ga je toch blijven doen. En het was niet, hij had geen pils, dat was het erger. Dus. Hij had alleen nog maar een fles limoncello. Hij kan heel de avond een fles limoncello lopen zuipen. En hij kan gewoon blijven slapen, lekker met z'n tweeën in bed. Dus ook prima. Ja. Hij zit hier 5 veel te verwende kutkippen. Ja, nou, zeg maar, hou vol. Wij hebben ruimte hier. Maar als ik nog in mijn oude kamertje... Ja, en geld. En we werken hier, toch? Dat ook, ja. Je kan ook werken. Er zijn ook mensen die inderdaad echt helemaal niks kunnen doen. Dat dus ga je maar rellen, want jij moet iets. Ja, waarom? Gaat wel snel vervelen, zoiets. Als je nu je studententijd hebt, dan stel je nu je tweede jaar. Maar het kunnen sowieso wel. Kijken de mensen die in het tweede jaar zitten, alle punten gehaald, want er is geen reden om nu je punten niet te halen. Ben je volgend jaar klaar met je bachelor al? Ja, Jamie heeft dus nu ook. Je zit dus nu een jaar gewoon binnen, terwijl je dan eigenlijk in je studententijd leuk is in leven. Langste tijd van je leven. Maar dat zijn ik zie ook allemaal van die reacties van mensen die zeggen, ja, mijn hele studententijd wordt me ontnomen en dit en dat. Ja, is ook wel. Het is wel waar. Dat is jammer, maar het is niet zo dat kinderen van 4 die voor het eerst naar de basisschool zouden gaan, nu in één keer een hele makkelijke jaar hebben. Of dat mensen die doodgaan. Hun familie niet kunnen zien in het laatste jaar van hun leven. Het is niet zo alsof alleen die groep mensen. Maar je bent 42. Dan is je soort, wat heb je dan voor leven? Stel je bent 42 en je kijkt het, boeit het niet. Want je bent volgend jaar, ben je 43 en dan, ja, dan is het leven weer normaal. Er zijn ook heel veel leeftijdsgroepen die daar hebben, wij bijvoorbeeld bijna allemaal. Maar het is dus niet zo als voor 25 jaar kan het wel kut zijn. Die wilden nu reizen of zo, weet je wel. Ja, ja. Ja. Zelf vinden. Ze zeggen wel dat je in je periode van je 15e tot je 30e elke maand een soortzelfde ontwikkeling doormaakt als na je 30e elk jaar. Tering. Jij staat lang stil al. Maar ik ontwikkel als een man, jongen. Ik ben ook bijna uitontwikkeld. En dan ben ik op het punt aangekomen dat ik... Je denkt wel dat je dingen meer wil opmaken. Jullie niet meer trekken. Ja, bij de finish. Je ons niet meer trekken, inderdaad. Nee, maar, ik was best wel overtuigd dat in de zomer gaat het natuurlijk allemaal weer beter. Is het warm en buiten. Ja, ja, dit jaar ging het in de zomer blijven. Als het virus blijft muteren en gewoon een Braziliaanse mutatie hier komt. Ik las dat ze niet zeker weten dat ze die Van Dissel... De Scots. Dat ze niet zeker weten dat het vaccin werkt tegen de Zuid-Amerikaanse... Ze weten niks zeker. Ze weten helemaal niks zeker. Ze zijn Afrikaanse en dat zou wel kut zijn. Maar het ding is, als dat ook gebeurt en al die vaccins zijn gekomen en dat werkt niet, ja dan moet het maar open. Ja, dan is het gewoon overleden. Ja. Ja, want je kan niet nog 2 jaar dicht blijven. Op de fitness. Ja. Ja. Dat is dus de vraag. Ja. Ja, alles is wel gefixeerd op dat eindpunt nu deze zomer of zo. Ja. Of eind zomer dat iedereen gevaccineerd zou moeten zijn. Ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Er komt er op een gegeven moment ook een punt dat de mensen nu denken, ja, ik hou me gewoon overal aan. Dat die op een gegeven moment ook gaan zeggen van, hey, weet je wat, fuck it. Iedereen heeft toch ook zijn eigen regels van vriendinnen en families, de rest één vriend of zo. Wij waren ook een overtreding laatst, een soort van. Want jouw vriendin was er en jouw vriendin Ja, maar die van mij was er eerst. Maar toen gingen we wel toen even, toen gingen we het huis toen uit en toen kwamen we weer toen kwamen jullie pas binnen. Ik heb jou niet aangeraakt, dus, maar je vriendin trouwens wel. Nee. Want dit mag, mijn vriendin kijken, die mag dit niet weten. Of wie het zegt. Hoezo, joh? Ik hou me echt goed aan de regels. Ik laat me één keer gaan, gaat hij zo te weten. Jongen. Nee, maar je houdt het niet meer vol. Ik merk het houdt niet meer vol. Ik zal knappen. Nee, maar stel je voor dat deze zomer wordt bekend van, ja, wij zijn allemaal gevaccineerd. Maar het werkt maar in de helft van de virus. Maar jullie hebben allemaal autisme. Al die vaccinaties. Ik had allemaal zo. Ik hou het niet meer vol. Dat is wel kut, want het zorgpersoneel krijgt dan als eerste die aanvallen. Maar wie gaat hun dan verzorgen? Nee, ja, niet. En dan, als je een keer teen stoot, is dat bij jou klaar. Ja, dan krijg je een pus en dan ga je gewoon dood. Ja. Van die velletjes bij je nagels, weet je wel. Nou, maak je grapje zo. Ja, maak een grapje. Maak een grapje dat begin corona. Ja, voor een jaar zitten we hier. Prediction? Half jaartje, hoe gaat het ontwikkelen? Gaat het goed komen? Half jaar, een jaar vind ik wel een verschil. Komende weken, allebei. Half jaar. Veel rellen. Ik denk niet dat het goed gaat. Steeds. Als dat rellen doorgaat, gaat er zeker iemand dood. Ja, maar één iemand dood. Maar hoe bedoel je één iemand dood? Aan corona gaat er heel veel dood. Gewoon door politie die iemand dood doet. Ja, en dan? Hebben we nog grote iemand, dan is wij klappen om 8 uur met z'n allen op de politie. Nee, maar dan is iedereen boos op de politie, dus gaan we meer rennen. Ze hadden nu nog niet het leger ingezet, want ze vonden dat het leger was te veel getraind op mensen uitschakelen als ze mensen tegenhouden. Er zat dus zo'n vrouw, die zat gewoon op de grond zo, en de politie zei, ga weg. Zij deed niks. Gewoon, ze deed gewoon niks. Ja. Alsof ze dood was, zeg maar, deze al. Nou, dus politie. Met stokken slaan. Ze met stokken slaan. Ik hoor het niet. Zij blijft zitten. Op een gegeven moment loopt ze weg. Helemaal in elkaar geslagen. Zegt ze, ja, ik was niet eens gewelddadig. Nee, maar je moet gewoon weg. Maar ja, zometeen. Dat heb gevraagd. Ja. Maar het leger gaat nog niet iemand door zijn kop schieten daar? Nee, niet door zijn kop, maar wel door zijn knie. Ja? Ja, natuurlijk. Op een gegeven moment, kijk. Als er op een gegeven moment gewoon een gozer staat.
het leger staat daar. Die hebben iets minder soort genade dan die politie. En dan staat iemand van Temptation Island staat er weer, of Love Island. En op het event van het leger zegt van die Marseille, die zegt weg. Ja. En die vent staat er weer zo aan zijn lult, zegt, die vent zegt, je gaat nu weg. En daar staat er, dan poft hij hem door zijn knie. Ja, weet ik zeker. Kijk, en dan zit de hype. Ik snap niet dat er gisteren niet geschoten is. Maar niet op mensen, maar schiet gewoon een paar keer gewoon waarschuwingsschoten, dan is de helft er al weg. Ja, maar misschien raken ze niet aan in zijn flat. Hebben die gasten allemaal wapens op zak, die politie? Ja. Ze kunnen ze ook afpakken. Zoals ze maar je hebt geen rubberen voer, dus politiebus. Ja, ze kunnen toch met rubberen kogels schieten? Ja, maar nu... Maar gewoon lucht lucht in, toch? Die dingen zijn toch geladen met geen... Ze hebben geen rubberen kogels, daar. Voor mij bestaat dat niet meer, rubberen kogels. Dan krijg je toch pijn dat je voelt van... Voor mij schiet je zo en dan is het pam in je eigen oog. Omdat het zo... Een soort stuiterbal. Ja, dat dacht ik vroeger bij rubberen kogels. Die schiet je gewoon en maakt niet uit. Stop pas als die moet even rijden. Als er in iemand zit. En volgens mij waren die dingen toch gewoon te pijnlijk, zeg maar. Voor, daar kan je beter gewoon met echte kogels schieten. Maar lekker traangas, joh. Boeien. Maar ik denk dus niet... Ik denk dat het redelijk mee gaat vallen. Denk ik. Dat denk ik ook, maar... Ik denk het niet. Ik denk dat vanavond flink gereld gaat worden. Heb je die appjes gezien overal? Dat ze... Dat is de helft waarschijnlijk al fake. Dat is gewoon meme. Ik denk de helft al fake is. Gewoon zeg maar een mattie die dan zo'n edit maakt. Ja, maar... Ik denk wel dat het zou kunnen dat het fake is, maar als dat dan bij bepaalde groepen belandt die... Ja, oké, die dan wel geloven, dan gaan ze er wel heen. Dan gaan ze er wel heen. Ja, dan zit wel weer wat in. En er zit zo'n grote groep van die gasten die het gewoon zo leuk vinden om te redden, die nu een excuus hebben om niet soort als enige heel raar te zijn. Ja. Die nu gewoon in de massa kunnen ze verdwijnen. En dan kunnen ze gewoon zich helemaal uitleven wat ze eigenlijk liefst elke dag willen. Met een soort excuus van, we doen het om deze reden. Dat gaat niet meevallen. Maar waarom doen ze niet gewoon lekker tegen elkaar redden of zo? Nee, want ze samen en dan weer zo'n soort van survival of the fittest. Nee, maar het ding is dat... Waarom moeten dingen kapot gaan? Maar dat is zo zonde. Je vindt het wel leuk om te kijken. Dat leuk vinden. Dat zit gewoon in... Je ziet wel al die filmpjes. Dat zit gewoon in die Eindhovenaren. Dat moet er gewoon uit op een bepaalde manier. Wat nou als we gewoon Eindhoven plat bombarderen? Nee, maar ik heb dus best wel eens gezien van die voetbal harde kernen. En die spreken dan af in een bos. Ja. Ja. En die gaan tegen elkaar knokken. Van die A12 gevechten. Dat is helemaal goed. Dat is fantastisch. Ja, dat is lekker. Oh nee, A12. Of wie toch? Nee, maar dat was niet wat nu gebeurt, zeg maar. A4 was ook met de klas, hè? Van die mensen die dan in een parkeerplaatsen langs de snelwegen dan gaan vechten. Of, ja, maar dat vind ik ook niet goed. Daar zijn nog te veel mensen in de buurt. Dat is gewoon gevaarlijk, vind ik. Maar er zijn gewoon groepen van die harde kern, die gaan gewoon echt in een bos ergens. Een soort larpen. Ja, en die gaan dan gewoon, maar gewoon met blote vuisten, gaan ze gewoon lekker knokken tegen elkaar. Ja. Nou, jongen. Het mooie aan die groepen vind ik altijd dat zeg maar, ze spreken dat af, maar ze hebben wel altijd een soort van regels waar ze zich aan houden. Ja, want er mogen geen wapens, geen op de grond, volgens mij niet meer. Gebeurt dat toch wel. Maar in ieder geval, dan denk je van, weet je, als je dat moet uiten en je wilt niet doen in een sportschool, zoek dan mensen en ga dan lekker inderdaad in zo'n bos met elkaar knokken, maar zorg in ieder geval... Dat niemand er last van. Ja, nu gaan allemaal dingen stuk en zo en mensen voelen zich niet veilig. En, de pro-deelbus, hè? En mensen die mensen die maken iets, die bouwen iets op en heel hun winkel wordt de tyfus ingegrond. Dat is gewoon, dat slaat gewoon nergens op. Ik ben zo bad op ook. Dat is Jumbo echt... Maar over een jaar hebben we ons eigen leven weer terug, denk ik. Nee, denk ik niet. Nee, natuurlijk niet. Ik denk niet dat het... De eerste vaccin... In mijn eigen leven ligt aan hoe je het ziet. Want bijvoorbeeld, kijk, voor mij was het leven, ja, voor onze meesten wel, als je ook gewoon af en toe uitging. Ik ging nooit uit. Maar we zaten elke week uit eten. Nee, maar ik bedoel meer gewoon bij een club of zo. Ja, maar uit eten kan ook. Maar uit eten kan veel sneller alweer dan bij een club. Een club gaat zeker nog 3 jaar duren, zeker. Drie jaar? Dat denk ik wel, man. Denk ik wel. Nou, maar wat het ding is... Denk je niet? Ja, nee man, 3 jaar is lang. Maar als je even kijkt, wat zou... Nou, als iedereen gevaccineerd is, dan zal het niet meteen open gaan. Dan zal het maar langzaam open gaan. Maar 3 jaar is echt lang, hè? Nee, maar je moet een immuniteit opbouwen, toch? Een bepaalde groep moet ze ingeënt hebben. Ja. Gaat dat zo snel gebeuren? Ik denk dat echt is, nog een jaar je kunt het vaccin nog krijgen als je ingeënt bent, ook. Dus dat los je, ik snap niet. Het vaccin, het virus. Hè? Het virus, sorry. Als je het vaccin hebt, stel ik heb het vaccin en Matt niet. Dan kan je wel zeggen, oh je hebt het vaccin, je mag alles weer doen. Maar als ik het dan krijg, dan word ik er niet ziek van. Maar kan nee, ik maar nog ze moeten toch gewoon doen, je mag niet en daarom, uitgaan dan als dan je dus geen gevaccineerd bent. Ja, daarom, maar dat komt dan toch nooit? Nee, dat gaat er nooit door komen met privacy, toch? Nee, ook dat nog. Dat je dingen mag doen. Ja, dan worden er sowieso regels gemaakt waarvan je een jaar geleden zou denken, dit kan nooit. Waarom zou dat dan niet kunnen? Ja, maar daar is ook het geluid heel erg van dat je een soort gechanteerd wordt om maar iets in je lichaam te stoppen. Ja. Dat is wel heel maar waar is dat idee echt van die autisme en dat die vaccins slecht zijn? Waar is dat vandaan gekomen? Dat was vroeger zo, dat je wel eens vaccinaties had waar dan kinderen bijwerkingen van kregen. Ja, zoals het begin van de baarmoederhalskankerprik. Echt? Ja. Maar
ik snap dus niet die vaccins, wat die gaan oplossen. Want je wordt er zelf niet meer ziek van, dus dat is nice. Ja. Maar je kunt het nog steeds overdragen aan anderen. Ja, maar, als je alle oude mensen daarmee kan vaccineren, maakt het er helemaal uit. Als iedereen gevaccineerd, maakt het niet uit, bij zo'n spreken. Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Niet iedereen gaat zich vaccineren, nee. Dat is dus het ding. Ja, maar ik vind op een gegeven moment, maar het enige kutte vind ik dat. Dat moet de zorg toch? Op het moment dat zo'n klein aantal niet gevaccineerd is, dat de zorg dat wel kan opvangen als die ziek worden. Maar het ding is van, stel je voor, over een jaar is 70% gevaccineerd. Daar kan nog steeds niet alles open, omdat 30% niet wil, maar die willen wel weer uit en alles doen. En het ding is dat. Ik vind dan, kijk, als die mensen ziek worden, stel voor die mensen worden heel ziek en liggen op de IC, dan houden ze weer een plek bezet voor iemand die daar wel moet. Ja. Die kan ze misschien niet geholpen worden, want iemand ligt die zich weigert in te enten. Want er is wel natuurlijk gewoon plek op de IC, toch? Maar kun je iemand verplichten om in te enten? Maar die mensen, dat is het ding, toch? Maar die mensen zijn ervan overtuigd dat je niet zo ziek wordt van corona. Dat is het punt, al. Maar als je dat risico wil nemen... Ja, maar dat kan je dus als maar dat is de zorgstaat die we hebben, toch? Ja. Dat is gewoon zo. Ja, maar mensen die dik zijn, die worden ook ziek en die nemen ook een plek in, terwijl het hun eigen schuld is. Maar ja, dat is zo. Mensen die roken... Dan worden ze niet vaak ziek, hoor. Dat is gewoon die zorgstaat die we hebben. Nee, maar wat jij zegt van... houd een IC-bed bezet, maar dat is op zich niet erg, want die heb je dan toch genoeg. Als je nog maar enkele mensen hebt die daar komen. Het is eigenlijk toch gewoon een hele lastige kwestie. Ja, het is fucking moeilijk. Ik ben dus benieuwd hoe andere landen dat gaan doen. Ja. Nou, zo'n Spanje of zo'n Griekenland, die gaan gewoon zeggen, joh, je komt alleen ons land in als je een vaccinatie hebt. En wij doen hier aan privacy en zo, dat is goed. Daarom is Nederland ook, zie ik Spanje een beetje als een soort van half derde wereldland. Ja. Zeg maar, no? In dat soort dingen zijn zij gewoon niet zo georganiseerd. Maar zo'n Spanje gaat toch gewoon zeggen van, fuck dat, je moet dit laten zien. Fuck privacy. Er zijn ook ik heb landen. Maar Nederland gaat dat niet doen. Dat niet doen. Er zijn ook landen die in de eerste paar maanden al gewoon duizend van die ziekenhuizen de lucht in pompten. Ja, dat ze zeggen van, nou ja, dan kan iedereen ziek worden, maar we kunnen het nu toch aan. Is dat gebeurd? Ja, in China zo. China, heel raar. In China bestaat het gewoon op sommige delen niet meer, hè? Ja, ik heb laatst in Nieuw-Zeeland sinds 18 november en nu is er één vrouw weer besmet omdat hij in Nederland op vakantie was. Nee, het gaat er juist om dat het een interne besmetting was, hè? Dus er waren wel nog besmettingen van buitenaf het land in. Oh. Maar nu gaat het erom dat de eerste in Nieuw-Zeeland besmette persoon weer is, want zij kwam vanuit Nederland en Duits. Ja, Nederland en Frankrijk. Hoe kan je dan... Maar ze is 10 dagen in quarantaine. Zo streng die checks allemaal bij het vliegtuig. Hoe kan je dan daar alsnog doorheen komen met het niet, virus? Want ze was dus 10 dagen in quarantaine geweest. Toen is ze is in Nederland, stel dat daar haar laatste land was, dat weet ik niet. Is ze 10 dagen in quarantaine gegaan en toen op die vlucht terug, want dat moest. En toen kwam ze daar en toen was het alsnog, uiteindelijk. En toen dacht ze dat ze het in Nieuw-Zeeland heeft opgelopen. Maar als je nu vliegt... Ik weet niet of ze in Nederland trouwens in quarantaine is gegaan of in Nieuw-Zeeland. Maar je moet toch een negatieve test hebben van 72 uur? Maar nou hoorde ik laatst iemand die met de Australian Open, heb je vast gehoord. Ja? Die vlogen van Doha naar Melbourne. Mm-hmm. En in Doha werden ze aan de grond gecheckt. Ja. Iedereen negatief. Vliegtuig in. Nou, hoe lang is dat vliegen? Is dat 12 uur vliegen? Ja, ik weet het niet, maar best wel wat. Komen daar aan de grond, worden opnieuw getest. Wat corona. Ja. Ja, heel veel. Want die checkt ook niet helemaal. Moesten ze daar allemaal in quarantaine. Ja. Al die tennissers en zo, die waren daar niet blij mee. Want er was gezegd, we vliegen met 1/3 capaciteit. En iedereen blijft in zijn eigen team bij elkaar zitten. En als wat ook anders ergens anders... corona heeft, dan hoef jij niet in quarantaine, dus mag je gewoon trainen. En toen moesten ze toch in quarantaine. Corona gaat ook echt sporten nog beslissen, toch? Dat is nog niet echt gebeurd, maar stel... In die Premier League een beetje, dat al heel veel teams op een gegeven moment echt belangrijke spelers corona hadden en zo. Maar dit is nog niet beslissend. Als je in de Champions League finale Ronaldo zou missen of zo, dat soort dingen. En dan vindt hij het bullshit, want hij voelt zich goed. Als er Juventus is, dan schuimelen ze wel met die test hoor, maak je helemaal geen zorgen. Is er Calimero? Voor mij lag Ronaldo al 4 weken uit dit jaar, had hij zelf nog PCR-test bullshit. Voor mij was er ooit een wedstrijd Juventus-Ajax, waar achteraf van is bewezen dat al die Juventus-spelers allemaal doping hadden. Maar City had toch fucking veel besmettingen, die doen alleen precies. Maar. Dus dat is nog niet echt beslissend. Ja, is wel beslissend. Eindelijk een keer Nu winnen ze, maar in die periode verloren ze wel veel. Gundogan wordt geschorst, ook door het systeem. Barcelona wint en Frenkie, fucking goed. Weer golazo, hè? Nou, vanaf echt 1 centimeter. Letterlijk. Maar zo'n wereldgoal was die van Jurgen gisteren. Ik wil Frenkie was echt nog veel lelijker. Die bal rolde er al in en toen tikte hij vanaf 1 centimeter. Maar dat was een eigen goal geweest. Spitsengoaltje. En die van Haller, waardoor volgens al die Fortuna Sittard spelers zo gingen zeiken, dat die bal niet uitschoten werd, terwijl zij zelf al 5 minuten lang aan de bal waren. Ik heb het niet gezien. Maar in ieder geval, willen we het dan voetbal hebben? Even serieus houden alsjeblieft. Even corona. Nog even. Het enige wat denk ik gaat veranderen het komende jaar is de instelling van mensen en niet per se het levensbeeld. Ik denk ook de enige in positieve of in negatieve zin? In negatieve zin denk ik wel. Worden mensen depressief? Nou, dat gebeurt al heel veel, toch? Ik hoorde dus dat er heel veel jongeren zijn die er steeds meer last van hebben, mentale klachten hebben. En het is ook volkomen logisch. Dat is misschien nog wel het... Je hebt ook als je, stel je voor, je woont op jezelf, je woont met één huisgenoot, of je woont thuis ook.
Dan heb je eigenlijk gewoon zoveel minder sociaal contact omdat school dicht is, je werk is dicht, je kan nergens naartoe. En voor ons boeit het niet, want wij zijn lekker met elkaar. Daarom is het moeilijk om daar een soort van een verhaal te vertellen. Ja, maar los van, het gaat altijd over de studenten, maar ook als je nu gewoon een middelbare school hebt. Ja, is ook goed hoor. Dan, ben je, dan is je leven er ook gewoon op school een beetje kut. Ja, een beetje kut, daarna een beetje voetballen. Nou, alles gewoon gecanceld, alles. Ik ben heel benieuwd wanneer we weer mogen, inderdaad, wanneer dat... Jongens, als jullie kijken, het komt wel goed. Het zal wel weer snel gaan. Hou nog even vol. Ik ook wel. Wij 5 minuten geleden, nee, het gaat nog een 2 jaar, 3 jaar duren. Nee, 3 jaar is echt lang hoor. Nee, kijk, 3 jaar misschien niet, maar kijk, echt zo'n uitgaansclub waar je gewoon allemaal opgepakt op elkaar zit. Het eerste plan met die vaccins gaat ook mis. Maar het gaat natuurlijk met het uitgaan, eerst mogen er in een tent waar normaal 300 man in kunnen, mogen er 40 in, weet je wel. Dan wordt het steeds opgebouwd. Ja, dat zie je ook al wel eens, aan die staattafels. Ja. Maar ik denk voordat je echt weer, dat het echt precies als het was, dat je gewoon zonder over na te denken gewoon naar binnen kan lopen en op elkaar doet. Echt, dus minstens 2 jaar. Misschien zullen juist festivals alweer eerder open gaan, want dat open lucht is vaak. Dat is wel. Denken jullie dat het beeld van mensen over allemaal dingen zoals bijvoorbeeld handen wassen, maar ook over hygiëne in het OV, zou je wat leuk vertellen? Dat dat verandert? Nou, ik zag eens laatst een TikTok en toen, dat was dan zeg maar van iemand die zei van ja, wat is hetgene wat je het raarst vindt dat je deed als je erop terugdenkt voor corona? Ja. En dan knipt iemand dus van wat hij dan vond. Hij zei van het allerraarste dat er kaarsjes op een taart staan dat je zo overheen blaast en spuugt en die kaarsjes uitblaast en dan je zegt, wil je wat een stukje? Nee. Dat is zo bizar. Dat is zo smerig. Dat is echt hygiëne in het algemeen. Ik denk dat we dat heel snel weer. Ik denk dat je na. Maar dat boeit het niet. Maar hygiëne moet niet te goed zijn. Als je hygiëne te goed is, dan word je weer de ziekte. Iedereen krijgt altijd dat wintergriepje, maar nu krijg je dat ook niet. Want als iedereen steekt elkaar altijd aan, maar dat heb je niet. Wij waren ziek toch? Ik was flink verkouden en toen was het cool. Ik ben nog steeds niet verkouden geweest. Normaal ben je de hele winter verkouden. Ik ben deze winter een keer nog niet ziek geweest. Ik vind het sowieso echt bizar dat nog geen één van ons. Ja, maar toen had ik gewoon echt verkeerd gegeten. Want toen was ik gewoon best wel. Hebben we gewoon nog opgenomen die dag. Dat was die prank op Roel. Toen had ik die nacht gekold. Ik vind het bizar dat wij nog geen corona hebben gehad. Ja, niet dat we weten. Dat is het. Heb jij niet meer regels dan? Ik hou me wel aan mijn regels, maar alsnog. Ja, dus eigenlijk is het niet bizar toch? Nou ja. De regels werken. Toch wel, een soort van. Hoeveel % van de kijkers zou corona hebben gehad? Niet zoveel. Nee, ik ken sowieso nog steeds heel weinig mensen. Heel weinig mensen hebben toch corona gehad, relatief. Nou, ik ken er echt maar weinig hoor. Ik ken er wel steeds meer. Ik hoor het echt uit alle hoeken nu hoor, dat iedereen corona heeft. En dan denk ik, hoe... En heb ik net een week dan... Maar sommige, de buren van mijn ouders, die zijn allebei overleden aan corona. Echt binnen een week ook. Toch wel oudere mensen, maar gewoon we gaan dood allebei. Ja. Oude mensen. Dus huis te koop. Ja, dus ik heb de bot gedaan. Onder de vraagprijs wel, ja. Het komt niet echt. Ik daar bezichtiging, dat matras, hè. Een grote bruine vlek. Tegenover smerig gewoond. En die mensen poepen gewoon in hun broek omdat ze te oud zijn. En je nee, dat is niet hoe het gaat. Nee, ik heb een kontseks gehad. Tot twee van die homo's wieltjes. Oké, toch, ben je oud, zit je stomazak vol, heb je geen zin om naar het toilet te lopen. Maar hij gaat gewoon kijken, hè. Nou, even kijken of hij al een berichtje heeft. En heb je hem al binnen? Ja. Wat eigenlijk? Ja, huis denk ik. Nee, we hebben geboden. Mensen, ik heb geboden van huis. Ja, laat maar doen. Hè? Wat? Ik heb namelijk dorst. En dan pilsenrakertje? Ik heb een update van het waterkanon. Ze heeft een scheenbreuk en 18 hechtingen. Ik wou zeggen, zo iemand met dat waterkanon kan toch ook gewoon doodgaan? Ja, dat zou kunnen gebeuren. Ja, want je als je hersens gaat zwellen of zo. Ja, maar als je komt hard tegen dat ding. Ja, en dan heb je wel een probleem. Je hebt het over die eerste. Waarom heb ik eigenlijk de bovenkant van mijn broodje opgegeten terwijl ik dit nog heb? Let's go, boys! Burgeroorlog, krijg je dat. Maar stel er gaat iemand dood. Stel ze was niet dood gegaan. Dan was de pleuris wel erger uitgebroken. Ja, dat filmpje zei ik net. Van Avatar, dat zag je. Dat zat ik ook niet zei, voor wat je zag, gewoon alleen stond, zeg maar. Weet je? Ja, maar ja. Misschien zijn ze wel, hé, jullie zijn lelijk. Ga even een pilsje halen. Maar toen je ziet dat filmpje dus eerst iemand een bak in gooien. Ja. En daarna kan hij gespoten. Dat is al veel minder. Het ging echt in de wereld viraal, zeg maar, buiten Nederland. Ja. Weer met politiegeweld. Onnodig politiegeweld. Er staat Nederland niet echt onnodig. Ik vind het niet onnodig als je 20 keer gesommeerd wordt. Ja, dan... Is dat niet zo omdat je dat dan in een ander land ziet? Wij denken allemaal van, ja, die gasten die verpesten het allemaal in het nieuws en blabla. Dus lekker opruimen die troep. Maar als je dat dan ergens in een ander land ziet. Ja. En trouwens, er zijn ook heel veel van die mensen die dat helemaal leuk vinden om te zeggen dat politie geweld is en zo. Natuurlijk, kun je weer rellen. Ja, precies. En vooral als het politiek goed uitkomt. Als dat, zeg maar, bij hun statement... Als zij zich verbonden voelen met die groep die daar staat te demonstreren, is altijd de politie onnodig geweldig. Gewelddadig. Onnodig gewelddadig. Op het moment dat zij juist niet vinden wat die demonstranten punten hebben, dan is het terecht soort opgeruimd. Dat is altijd hoe het gaat. Dan krijg je van die tweetjes van ik vind de politie te lief. Ja, maar dat is nu bij ons natuurlijk ook zo.
Wij zijn nu niet eens de demonstranten, dus vinden wij... Ja, ik vond de politie te lief. Ja, precies. Nou, uiteindelijk maar, hebben ze het uiteindelijk goed is het gedaan, toch? Ja, ja, het is niet geëscaleerd. Ja. Behalve dan, zeg maar niet, door de politie. Nee, het politiegebeuren is niet geëscaleerd. Ja. Die mensen hebben het wel geëscaleerd. Ja, daar zat ik dus vanochtend over na te denken. Toen, misschien was dit wel het beste wat ze hadden kunnen doen. Ja, want ik dacht de politie had wel heel lijp kunnen doen, maar dan waren zij ook weer veel lijper. Dus misschien is dat ook geen oplossing. Maar wat nou als er geen politie was gekomen? Ja, maar ze dat ook dingen gaan slopen? Ja, 100%. Ja? Ja, tuurlijk. 100%. Dan heb je toch één iemand die dat doet. Je dan op? Ja, elkaar. Ja, elkaar. Maar dat was al het probleem bij dat haren. Daar was geen politie, want dat ging wel loslopen, toch? En dan begint hij eerst en die pof die zijn ruiten in elkaar zetten. Dan staan ze allemaal een soort te kijken van, oh, er gebeurt niets. Oh, dan kunnen we nog wel eentje doen. En op een gegeven moment dat is natuurlijk als voetbalhooligans een spoor ontsporen in een stad of zo, dan worden ze ook wel opgevolgd door de tegenpartij. Dat was het natuurlijk ook, want dan loop je ook die Jumbo binnen en dan denk je, hé. Ja, ik kan hier alles gratis meenemen. Nee, Bart de Graaf. Dan doe je dat alsnog. Ja. Met de steun maar waarom, gekeld. Als die zoveel geweld is, waarom nemen ze dan die paarden nog mee? Want dat zijn gewoon beesten, toch? Ja, het is ook zielig, want die gaan altijd neer. Ja, zijn wel op getraind en zo, hè? Ja, maar toch is het zielig. Ja, ik heb daar gisteren... Zeggen dat je in het virus zit? Die hebben echt bescherming, zo'n politieman. Nou, ik heb zo'n nieuws gehoord, man. Toen ging het over een paard wat met stenen bekogeld was en zo helemaal onder de hechtingen zat. En wat ze wel zeiden, we hebben nooit iets aan dat paard gemerkt, maar dan komt als die wel eens in de wei met elkaar vechten, gaat er veel harder aan toe dan dat je een keer steen tegen zijn. Nou, maar zal ik even vertellen wat ik bizar vind? Ik ben ook dus bij Feyenoord en daar zijn ook dus van die paarden met politie, geen idee waarom, maar die zijn er wel eens. Maar het is wel de indruk toch? Die staan echt altijd. Ja, nou, bijna altijd. Maar die poepen overal! En echt zo grote poepen. Bijna allemaal bollen, jongen. Bijna allemaal bollen. Dan ga je er maar in staan met je poot en stinken de hele dag. En ze opruimen? Nooit. Ja, vind ik bizar. Poep verteerd. Ja, hang er zo'n ding achter. Zo'n poepzak. Of wordt hij dan te zwaar? Er is een paard naar de hoofd, heeft een gigantische zak. Maar hoe moet hij dan beweging in totaal zo'n politie-stagiair? Die dan met een velde zak. Ja, politie-stagiair. Dit is een herhaal. Weet je wat ik niet snap? Bij de taakstraf. Een taakstraf. Politie-slecht. Ben je ooit aangevallen door een politiepaard? Nee, toen hebben we dat ooit meegemaakt? Nou, ik was ooit bij FC Eindhoven NAC Breda. Dat was na competitie. En toen won FC Eindhoven de eerste wedstrijd 1-0. Hoe heet hij ook alweer? Dat maakt niet uit, verhaal. Nee. En toen waren die NAC-supporters ook een beetje, dat ging ook best wel los. Ja. Maar ja, je snapt wel, FC Eindhoven, dat is allemaal niet zo goed geregeld als bij een Ajax of Feyenoord of een PSV. En toen kwamen dus die politiepaden die daar zeg maar, de weg vrij gingen maken, dat zeg maar, niet die groepen naar elkaar toe konden. En ik liep daar gewoon. En dan kwamen zeg maar, die politiepaden kwamen met 5 tegelijk gewoon aangesprint. Nou, die lopen gewoon door mensen heen, hè, als je niet aan de kant gaat. Dus je gaat wel aan de kant. Maar ik zweer, die kwamen zo, die zie je zo op je afkomen, bro. Je bent weg, hè? Ja. Maar ik dacht gisteren van, hoe kan die mensen blijven gewoon staan? Ja, dacht, hoe kan dit? Ja, maar dat is natuurlijk met die paarden. Die paarden is natuurlijk gewoon bedoeld om indruk te maken. Maar die beesten zijn zo groot. Ja, die zijn zo sterk. Maar die mensen zijn ook zo niet meer helder aan het nadenken. Want die kwamen toen zo op ons afgesprint, jongen. Die zijn meteen weg, jongen. Die mensen denken in één keer oprecht dat ze dat paard uit kunnen. Maar paard komt ze altijd en ze ik pak dat paard. Dat denken ze in één keer oprecht. Een dunne beentje van de paard pakken. Met je hoeven. En dan heeft hij ineens tenen. Pof, is zijn oog prikken, dan ziet hij niets meer aan de ene kant. Ze hebben zo'n kap. Nee, maar aan de linkerkant. En aan de rechterkant sta je. Had je zo'n gezien dat die ene politieagent die flikkerde van het paard af. En dat andere paard schrok daarvan, waardoor die ook helemaal zo... Ja, ook, ja. En al die mensen juichen, weet je, over die paarden gaan nemen. Ja, ziek. Echt nou, ik heb echt niks met paarden. Nee. Maar dat... Wat zei je ook altijd, doodpaard is een... Ja, het beste paard is een doodpaard. Oké. Okay. Maar sinds je die vissen ben je toch al meer om dieren. Nee, ik klopt inderdaad. Dus je komt op empathie. I love horses. Ja. Horsefighter. Horsefighter. Maar het was niet alleen in Eindhoven, hè. Laten we dat ook wel zeggen. Ja, dat heb ik ook. Vanavond wordt het de Helmond, Enschede en al die... Enschede hebben ze de ramen van een ziekenhuis hebben ze ingegooid. Oké. Maar dat lukt niet, want het was om te bewijzen dat er daar geen patiënten liggen. En in Urk hebben ze een teststraat in de fik. Ja, maar dat is toch mooi. Nou, hek eromheen en dan niet meer testen. Maar we hadden ervoor al een grappig hangen over Urk. Dat iedereen zijn stallon en kringen en zo is daar. Urk, proef Urk. Urk. Maar er waren die 4 Urkers die onze video's kijken, waren er niet blij mee. Die zeiden, waarom maak je een grap over Urk? Ik kan niet. Maar dat is nu toch een soort big meme, want iedereen maakt een grap over Urk. Is echt al Urk. Urk is echt de grootste meme van Nederland, denk ik wel. Dat is wel echt. Maar het ding is ook, je sloopt dingen en dat is daar hadden wij het van mij net over. Dan wordt er gezegd van we gaan de schade verhalen op de mensen die dat gedaan hebben. Nou, dat hoop je dan echt. Ja, dat hoop ik echt. Maar dat gebeurde denk ik niet. En uiteindelijk, wie betaalt ervoor? Wel, echt veel hoge boetes uitgedeeld, hè? Ja? Zat die grappen houdt je nu veel rechtverspreking nog. Maar die zei al van, dat het over 10.000 euro per aangehouden persoon voor zo'n rel zo. Ja, dat zegt hij, maar... Ja, dat zegt hij, maar dat denk ik dus dat niet gebeurt. Nou ja, en dan kunnen ze het niet betalen. Ja, en dan kunnen ze het ook niet betalen. Nee, ja, maar dan zo doe je gewoon... Ja, dan wordt er beslag gelegd op dat eerste loon, maar ze gaan nooit werken. Nou, maar dan krijg je toch minder uitkering? Ik zeg maar iets, hè.
Ik weet niet of ze van de uitkering nou, ook, een boete in kunnen halen. Maar voor al die mensen zullen er een paar werken. En dan doe je gewoon, nou, 10 jaar moet je heel veel langer leven. Die meeste mensen hebben toch gewoon wel werk? Er zitten die allemaal werkloze gekkies. Het waren wel een beetje van die gasten van 17, 18 en zo. Maar het ding is dat dat ook niet per se de oplossing is. Ja. Hm? Dat is ook niet per se de oplossing. Als mensen al weinig geld hebben of niet een goede baan, die gaat de helft van de salaris inhouden, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk is het helemaal een eigen schuld. Maar je moet er wel een straf tegenover zetten, toch? Als alleen maar een signaal naar de rest van. Je moet altijd een taakstraf moeten doen. Ja. Taakstraf. Ja, fuck ja, ik ga niet betalen voor dat glazen tientjes gemaakt. Nee, 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 het is een mooi station dat net is gerestaureerd. Maar wat was ik zag een film van Atomos die was. Ja, die was daar net. Die was even gewoon snel aan door de situatie. Nee, die was even kijken naar schade. Maar, en waarschijnlijk een tekst die je vriend die glazen net weet je wel, kleine spon. Een klusje voor je vriend. Een geldboete, dat werkt niet. Dat is gewoon bewezen. Nee, maar het is wel fijn dat er niet meer schade komt. Hij rijdt nog steeds hard. Maar geldboete zou dat nooit gekregen hebben. Maar wij hebben veel geld, dus dat maakt het niet uit. Jij hebt veel geld, bedoel je? Ik zou nooit hard rijden. Als dit maar niet aan staat. Staande houden. Heb je foto's staande gehouden? Goed, volgende onderwerp. Goed. Seks. Hoe oud is seks? Wat zeg jij nou? Dat was ook eng. Wij staan in die supermarkt, Koen en ik. En hij stuurt dat hij staande is gehouden. En jij reageert alsof eerst heb je een foto staande. Die jongen zat er helemaal doorheen. Je hebt €300 bekeuring gekregen. En jij reageert, heb je foto staande. Als jij dit ding of weet ik veel wat je gezegd had. Iets in die ring. Dat is wel leuk, toch? Terwijl dat Koen en ik gewoon lachen, weet je wel. Pultjes aan het halen waren voor ja, maar dat is juist een beetje gewoon hij boos. Wat? We moeten het juist een beetje relativeren. Hoe had je ook gesprek met de politieagent? Hoe ging dat? Nee, ik heb niet gepraat aan hem. Ik heb bijgerecht. Goedendag meneer, weet u waarom u ons aangehouden? Dat Patrick en Wil ook had, of niet? Advocaat. Patrick en Wil. Patrick en Wil, nee, het was voor een politieblog aan Jan Willem. Zou Jan Willem mee een boete geven? En dan zeggen, hé, we hebben allemaal ooit de bekeuring gehad. Ja, ik oprecht als kent enige, de psychopaat. Ik als enige volgens mij. Ja, dat wij net als Elie Lust met Jan Willem samen naar van die voetbalwedstrijden gaan. Elie Lust. Stop, politie. Het escaleert hier. Het escaleert hier uit de hand. Maar jullie hebben alle vier het afgelopen jaar best wel een behoorlijke boete gekregen. Is dat een jaar? Nee, dat is volgens mij... Ja, anderhalf, 2 jaar dan. Jij bent een keer staande gehouden. Jij pakt elke trajectcontrole en ga je 1 kilometer te halen. Ja, 10 keer, dus dat is geen flinke bekeuring. Jij hebt al 10 gehad of zo. Ik probeer die grens op te zoeken, van wie kan tijd kiezen. Jij hier voor de deur, die parkeerboete. Hier voor de deur, snelheid moet ik had laatst nog een parkeerboete. Voor de deur? Hier rechtsaf meteen werd hij geflitst. Zullen ze daar te flitsen? Ja, ze flitsen wel meer aan. Ja, ik ging op vakantie. En normaal zou ik links rijden om via links snel te gaan. Toen deed ik dat. Maar ik ging eerst naar rechts om geld te pinnen. Ik dacht, dat is handig als je tol hebt of zo. Als je boete moet betalen. dus ik ga rechtsaf. Oh ja, de pinauto had 1 minuut rijden. Rijd terug geflitst. Even voor de deur. Dat is fucking raar, want ik stap diezelfde ochtend in mijn auto. En ik doe mijn auto en ik rij hier de poort uit. En pas op, flitser. Ik denk, nou wat is dit nou weer? Ja. Ik ben helemaal gek geworden. Dus ik kijk daar naar rechts. Nou, flitsauto inderdaad in de berm. Je hebt ook, er staat een flitser. Ik zei, ai. Nee, dit was in deze zomer. Toen ik naar Parijs ging. Maar jij hebt er ook in staan gehouden? Ja, 2-3 keer. Ik dus nog nooit. Maar ook snelheid. Terwijl ik het meeste rij ongeveer. Nee. Nou ja, 1 keer snel. Ja, nou ja, 2 keer snelheid en een telefoon. Maar nooit voor snelheid een boete gekregen. Nee. 1 keer doen, dat was mooi. Ik kan ook zeggen, wist je dat ik snel rijden? Nee, ik wist niet hoe ik snel rijden. Ik keek mijn telefoon. Toen reed ik dus 130 bij 100 morgen, zag ik op mijn telefoon. En toen rijdt er zo'n auto voor je en die rijdt 129. Weet je wel? Dat is dan, als je dat met 130 inhaalt, duurt een uur. Maar, dus ik haal hem in, ik geef nog een beetje gas, ik zit ondertussen op mijn telefoon. Maar je kon ook 128 gaan rijden, dan hadden ze hem gepakt. De 129. Nee, want dat was het de politie. Ik reed laatst weer hierheen en toen ik kom zo over de linkerbaan. Ik reed 105 van je 100 nog, zeg maar. Dus ik haal zo iedereen in. Maar dat is wel risico. Jij 105 van je 100 nog. Ja, oké, maar misschien reed ik wel harder. Maar, tien niet gezien. Oh. Maar ik reed al en ik zie opeens zo... Daar politie. Dus weet je wel, remmen, achter gaan rijden. En mooi is kijken in mijn linkerspiegel, komt er weer een aangeblazen en zo'n Mercedes met 170. En die vlamt mij voorbij. Nee, gewoon een politieauto. Ja, maar die... Nee, maar dat is dus mooi. Die vlamt mij voorbij met 170. En zodra hij zeg maar naast me rijdt, ziet hij dus die politiewagen, want die rijdt voor mij. Ja. Vol op de rem. Ja. 10 seconden later komt er weer een BMW bij 180. En
op de rem, hup, rechts invoegen. Mooi, dus die politieauto reed 110, waar je 100 mag. Ja. En ik dacht op een gegeven moment, ja, god, dadelijk rijdt hij met mij mee naar Rotterdam, weet je wel. Kost me veel te veel tijd. Dus ik dacht, weet je wat, ik gok het er gewoon op. Ja. Ik heb 115 hem in de auto. Ik dacht, ja, weet je, als ik nou zie dat hij achter me aanrijdt, dan kan ik gewoon weer terug. Ja. Dus ik gewoon heel casual 115 langs nog even kijken. Hup, en weer doorrijden. Hup, toen uiteindelijk zag ik hem op een gegeven moment niet meer en toen kon ik weer door. Maar gaat toch iemand in die politieauto zitten? Gaan die überhaupt stoppen? Nee, maar jongen, die lachen zich dood. Ja, die doet er geen meting dan die zien, of zo. Die zien achter elkaar 5, 6 van die wagens aankomen die 150 blaffen en hem in één keer terugremmen naar 100. Dat zou hem zien rijden. Ik denk dat als ik politieagent zou zijn, dan ben ik zo blappen. Maar je hebt toch een gevoel van macht of zo. Ja, dat maakt toch ook als je 20 te hard hebt. Bro, wij zaten met 6 man in een polo. Zo'n hele bus naar politie en die keken gewoon. Hé, hey, ja, wow, dit was allemaal voor corona. Ver voor corona. Ja, dat was dus even duidelijk zijn. 4 jaar geleden. Nee, in jouw polo. Met z'n 4 op de achterbank. Ja, volgens mij moest hij gewoon lachen. Ja, zij moest gewoon lachen. En wij ook allemaal punten. Nee. Ik had dat hij gewoon helemaal op Edgar Davids liggen. Hier was ik niet bij. Er was een politie wel. Nee, het was met Matthijs. En Mark. Ja, ja. Ja, dus je kunt mijn vlog kijken, want dat is de thumbnail van mijn vlog. Oh, toen jullie een dagje in Amsterdam waren, toch? Toen was ook nee, dat was met de Concentrate... Debben. Oh ja, dat was het, ja. Zo. Maar dat, Sef, was, dat was ook een najaar. Besef toen Roel werd aangehouden. Wil je nou wat over zeggen of niet? En toen Roel werd staande gehouden, dat was echt, dat is nog steeds mijn beste politieverhaal ooit. Roel werd staande gehouden. En Matt zit op de bijrijdersstoel, op zijn telefoon, en die schrikt zich helemaal de tyfus. En als ze gaan altijd, ik zat op mijn telefoon. Dat is de eerste reactie. Sorry. Oh fuck, ik zit verder natuurlijk nooit op mijn telefoon tijdens het rijden. Ik vind het helemaal niet leuk om met jou te rijden als ik moet rijden, want jij zit dan alleen op je telefoon. Ga je schaken of iets? Dan moet ik dan doen? Dan ga je filmpje kijken op je telefoon, maar dan met het geluid hardop aan. Maar jij begint dan al met je kutmuziek op te zetten. Ja, maar je kan zelf ook muziek opzetten. Of radio aan. Ja, maar jij vindt sneller Small Verliefd niet leuk. Jan van de Voortje staan. Nou, maar na vrijdag hebben we wel nummers dat iemand iedereen leuk vindt. Ja. Dat was een goede brug. Dit hebben we een goede brug. Ja, we kunnen wel vertellen hoe kut het was, maar dat zien ze in de vlog die erna komt. De clip? Ja. Dat is niet kut. Nee, maar ik vond het echt absoluut verschrikkelijk. Ja, maar het was de omstandigheden. Mijn tepels deden pijn. En daar hebben jongen al gehad. Echt, ik zweer het. Zeg maar, een dag na voelde ik ze nog steeds. Die waren helemaal afgeschud. Hebben jullie sowieso over het algemeen hele gevoelige tepels? Ja, zoogt er ook echt. Fucking hard aan. Ja. Maar ja, moet je clip nippel twist. Nee, maar ik vond, kijk, mensen gaan het in de vlog zien. En in de clip zelf is het ook wel al te zien. Maar het was niet de meest ideale omstandigheden. Maar uiteindelijk is het wel meer dan waard, vind ik. Ja. Zeker. Maar mensen, vrijdag 5 uur première. Je moet wel eens wat ander genre muziek verwachten, anders verwachten mensen weer een banger als niks. Drill rap. Het is meer richting die hoek van drill rap. De hype doen met de Swish. Met een shake van 40 cent. 2, hè? Wie doet hype? 2. Bier is echt lekker, hè? Ja, ik zie het eigenlijk guitige kopje, dat je er erg van geniet. Waarom had je nou kratje meegenomen? Nou, we zouden toch Adje kratje met Jamie hadden we nog een kratje over en die zei van neem maar mee, ik drink het toch niet op. Hoezo niet? Hoezo drinkt hij niet? Milo doet hype 2. Hoe moet jij met een kratje bier? Degene die Milo heet, doet de hype 2 heeft geüpload, die is echt een legend en ook... Hoezo? Dat is gewoon mijn video, 50.000 views. Koen Let It Go en Milo Country Roads. Die is ook en Bankzit is als het avond is. Als het avond is, die is mooi, hè, die. Als het avond is bij The Voice. Dat Insta filmpje. Die is heel goed. Die ken ik niet. Ken je echt niet? Nee? Wel, dat wij met z'n allen bij The Voice zitten. Dat hij allemaal ons heeft uitgeknipt. Daar hebben we nog op gereageerd met memes van jou. Ah. Dan ken ik het wel. Ken ik het wel. Ik ken daar niet. Nou goed. Je moest nog lachen, zeg maar. Stoppen dan? Dat het verboden stoppen? Lachen. Met wat? Met de video. Hoezo? We zijn al lekker aan het praten. Waar we het nog over hebben dan? Dus voor het eerst dat wij ons echt uitspreken over een maatschappelijke kwestie. Heel veel mensen willen... Nee, maar even vandaag, nou, mensen, laat het nou niet zo ver komen dat iemand doodgaat. Jawel joh. Nee. Sensatie. Maar hoezo kern om één mensenleven als het corona, dat gaat om veel meer mensenlevens, toch? Maar even omdat een hele... iemand die doodgaat door zoiets gaat zoveel gezeik met zich heen. Een hele directe vraag. Jij zegt nu, het is kut als iemand doodgaat, maar als iemand echt... Het verdient. Zich totaal staat te misdragen en het gewoon echt verdient. En degene die zo agressief. Dat gaat geen andere keuze meer is. Iemand gaat er pas dood op het moment dat hij met een geweer op de politie richt. Ja, nou, dat zou want dan schieten ze. Maar dat is logisch. Ik sluit niet uit dat het gaat gebeuren. Ja, oké, okay, maar dan. Ja, maar dan nog komt er gezeik, 100%. Dan nog. Ja, maar als je met een. Als je met een getrokken pistool op de politie staat. Dat zal dan weer. Ja, maar dat gebeurt ook als je kan ook het politiebureau inlopen met een getrokken pistool. Wat ik dus heel erg denk is. Dan zeggen ze: wilt u aangifte doen? Kom ik koffie.
ik denk dus dat mensen... Bakkie, hè? Kassa leeg, kassa leeg. Oh meneer, even dus. Oké. Zet die dropjes even terug. Nee, ik denk dat als zoiets gebeurt, gaat het heel erg escaleren. Maar het, gaat vooral... het gaat vooral escaleren omdat mensen gewoon op dit punt het heel fijn vinden om te zeiken en een beetje dingen te doen en dat. Iedereen vindt het leuk om te zeiken. Maar ik snap ook... Al... laatste het heel erg aan. Ik snap ook wel... Heftig, mensen die heel erg zeiken, maar eigenlijk ook geen oplossing hebben. Ja, maar dan... Maar ik vind ook de mensen die in de story zetten van je bent geen verzet, zo dit en dat, vind ik ook irritant. Bro, ik zag net de story van een influencer, ik ga niet noemen wie. Nee. Dat doe ik daarna wel. Nee, neem me shame. Dat was okay. Die zei van, ja, als jij een van die rels rent, ontvolg me. Ja. Bro, je kijkt ze 12, die maken fan-edits. Die zijn het aan het rellen in de Dat dit mensen gewoon kijken die erbij waren. Ja, natuurlijk zijn het wel mooi. Ja, maar die vier zijn gewoon wel stoer. Respect! Ik zou het niet durven. Er zit natuurlijk bij al die mensen die nu zeggen, die nu zoiets posten van als je het doet ben je mogol. Ja, en dat is ook zo. In principe zeggen wij dat nu ook natuurlijk. Maar wij hebben op iedere andere manier dan echt zo'n afgezaagd postje. Er zit natuurlijk geen enkele kwade bedoeling bij, maar het is wel een beetje gewoon laten zien dat jij aan eenmaal heilig. Maar dat is toch waarom wij dat allemaal niet doen? Omdat... Nee. We hebben het zojuist gedaan. Ik had een leuke post over Carglass. Dat ze de... En ook een post over ik ben Tommy en je gaat mijn naam schreeuwen. Ook een leuke post. Ik weet niet wie Tommy is, maar... Tommy! Tommy Burgersdijk. Goed. Nee, maar inderdaad, doe gewoon niet. Dat maar ik moet zeggen, het duurt nu al een jaar. Maar stel, de overheid blijkt echt corrupt te zijn. En ze houden ons onder de duim en er bestaat geen coronavirus. Wat dan? Dan zijn dat wel je verzetshelden. Hagedis, hè? Nou, als dat zo is, als het inderdaad blijkt dat niet alleen onze overheid, maar de andere overheid doen ook mee. Van Luxemburg, van de hele Benelux. Nee, als het heel de wereld. Oh, de hele wereld. Ja. Als het dan toch allemaal van Bill Gates afkomt, hoop ik dat het goed gaat. Want ik heb heel veel aandelen in Microsoft, dus dan word ik tenminste nog een beetje rijk van. Maar mocht het nou zo zijn dat het inderdaad één grote scam is dat niet zo is, dan hadden jullie inderdaad gelijk. Dat durf ik wel te zeggen. Dat moet je wel zeggen dan, ja. Ja, dan heb ik... Ja. Zal ik van die soort... Ja, dat was een soort meme, maar het was wel een soort serieus bedoeld. Dat dan die foto van die geschiedenis... Staat? Foto staan? Nou, dat zo'n chick staat voor die tank. Op het... China. Plein voor de Vrede of iets. Ja, met die meme. Dat is toch in Korea? Ja, China. Die echt als een soort verzet zat. Dat is een man, hè? En dan zag je nu over een man, ik het zal trouwens al een man zijn, maar zag hij het wel. Dus... Nee. Die is daarna nog weer teruggezien, toch? Jawel. Maar die was in ieder geval geplaatst naast dat er nu zo iemand voor dat ME-busje staat. Dat is terecht voor, weet je wel. Dat is toch een grap. En toen werd die ME-busje regen door. Maar had je ook die mensen gezien dat op een gegeven moment zie je dat waterkanon en dan zie je opeens random iemand in die menigte een paraplu omhoog. Dat is zo. Ik heb wel gezien die meme van die avatar met dat water. En die vent met die wortel, met die paden, heb ik ook gezien dat die paden komen en zo wordt. Dat is gewoon lief. Zet natuurlijk wel gif in die wortel. Hondje aaien, maar... Zou je een paardenwortel heen? Dat is een coronawortel. Die tikte hem aan of zo, suikerklontje. En dan zit hij dat paard. Die gaat ook zitten. Als een hondje. Zitten. Die ruit erop, hoor. Poot. Maar Wido, jij moet nog terug. Blijf je slapen. Nee, ik hoef niet terug. Vandaar dat ik gewoon kan drinken. Politie, als je kijkt. Twee keer in één week toch een beetje aan de gordere kant. Twee camera's kapot gemaakt. Nee, die camera's, lenzen! Ja, maar lenzen. Je kan er net gewoon een nieuwe aan geven. 1700 euro aan lenzen kapot gegooid deze week. Ja, hoezo doe je dat? Omdat ik geld zat. Maar Mina, hoe word je staande gehouden door politie in zo'n Audi met rood, blauw, witte strepen. Een politieauto, zeg maar. Ja. Je bent er niet de politie. Voor de mensen die het niet snapten. Was de politieauto? Ja. Politieauto. Oh, je bent de cover. Dat de coverauto was. Nee. Ik kan wel een situatie. Oh mijn god, je hebt niet gezien dat ze achter je aan zaten. Kijk, je ooit in die spiegel. Achter me aan zaten. Ze zaten gewoon achter een rij auto's. Waar was het? Het was zeg maar, was het dat stuk net nadat je Capelle aan de IJssel dat je daar langs reed? Ze zaten achter de auto's. Ik was naar Utrecht. Dat was vlakbij Utrecht. Ze meten jou toch? A20. Ze hebben je gelezen waarschijnlijk. Kan het niet hadden ze gelezen? Of hebben ze gevolgd? Nee, ze zijn gevolgd. Hebben ze trajectcontrole gedaan? Ik weet niet precies hoe ze dat doen, maar in ieder geval... Trajectmeting. Dat moet wel anders. Ja, anders. Ja, ga je ook snel checken. Maar dan hebben ze constant achter je gelezen. Hadden ze beelden, of niet? Ja,
Ja, we mogen even in de auto zitten bij Wim. Die beelden willen ze heel graag laten zien. Want dat denk ik ook. Dat is ook een ik werd door naar motoragent aangehouden. Die zei, ja, je reed het hard. Ja, klopt, je reed het hard. Inderdaad. Ja, nou, ik heb ook niet een hele lange meter gedaan. Anders omhoog was uitgevallen. Ja, dat vind ik sterk, want ik reed namelijk op de cruise. Ik weet wel ik te hard reed. En zei die... Gaan er bij anderen ook? Want het is heel erg. Nee, dat was echt heel erg van, ja, gewoon dom. Ja, terechte boete. Ja, dat is wel een kabouter, hè? Beter dan van die mensen die zeggen van, oh, ik had het niet eens door. Nou, dan is het nog gevaarlijk, want dan weet je niet wat je rijdt. Ik zei, ja, hij reed gewoon te hard. En dat ja, ik heb ook opgenomen, kan je wel zien de beelden? Ik zei, nou, ik hoef niet te zien, ik geloof dat het hard reed. Ja, nou, gaan toch even kijken naar de beelden. Ja, maar ik ga zo'n moment niet vinden, want ik reed daar gewoon. Je filmt jezelf ik reed daar gewoon, het was s'avonds laat. Ik had in de spiegel, als ik ze vast ergens kunnen zien, maar ze reden een soort ver achter me. En je moet echt veel leren, man, bro. Als ik te hard rij en ik zie iemand die zo achter me aankomt, dan rem ik, ga ik naar rechts. En dan is het gewoon iemand anders. En die haalt me dan in en dan ga ik achter hem aan. En dan zie je ook heel vaak dat hij daarna weer aan de kant gaat. 170 is ook gewoon te hard. Als je 100 mag, moet je max 130. Ja, nee, kijk. Zo. 107 is punt op de rijbewijs, is punt op de rijbewijs. Ja, jongen. Ja, maar jij wil beginnen besturen. Boven de 30 is... Nee, ik niet meer. Nee, ik 5 jaar, ik heb al 5,5 jaar. Ik al 6 jaar, broer. Ik kan nog steeds niet rijden. Nee, maar dat is... En officier. Voor vier officier. Over age. Laat het zien. Ik ga er even tegen in beroep en dan ga je erheen en maak een vlog. Vlogje. Ja, nu zit de schaar in koord. Moraal van het verhaal. Ik ga niet die agent wat men nog zijn plezier gunnen door inderdaad of moeilijk te doen. Maar hij voelt het wel van, ik wil de beelden zien. Nee. Weet je wel, mijn pa uit heeft gedaan, dat moet je doen. Waren dit twee gasten met posten? Nee, dat was gewoon één ventje. Eén? Ja? Drie. Je hebt één jaar. Bro, je hebt gescand. Dit was niet eens politie, man. Je hebt niet wat cash betaald. Nee, ik heb ook even betaald. Ik hoop geen pijperijtjes. Dan kan je heel snel. Ik heb nog 5 euro gepijpt. Maar voor mijn ja, zeker 300 euro. Maar als je me nu 50 geeft, is ook goed. Ja, nee, dat is wel zo. Dat doen ze dus in Spanje. Ja, op zich. Maar doe nog één keer voor hoe dat dan wel moet in de camera. Nou, geef je dus zo dat geld, geef je zo. En dan? Nee, dat ga ik niet doen. Ik ben dus een keer staande gehouden en toen, omdat ik op mijn telefoon zat, zei van ja, je kon ook heel hard voorbij rijden. Echt 110, voor mij letterlijk 110. En toen ging je allemaal foto's maken van mijn auto, die vent. Heel raar, maar echt een paar minuten lang. Vond je het een mooie auto? Nou ja, dat was een Mercedes, dus echt mooi was het niet. Ja, hij dacht, dat was gewoon. En dat was als ik nog een taxi naar huis moet nemen. Maar geen G7X, was geen Jan Willem die had. Politie vlog first. Stel je wordt staande gehouden door Jan Willem. Als ik nu word staan gaan door Jan Willem, vraag ik me af of ik de boete krijg. Denk je dat hij er maar hij denkt dat hij jou kent? Ja, tuurlijk wel. Ja, jongen, we hebben samen gevoetbald. Ja, tuurlijk wel. Tegen wie heeft hij niet gevoetbald? Jan Willem. Nee, maar als hij niet geeft, is hij corrupt. Ja. Ja, dat is wel waar. Dat kan niet. Jan Willem, gewoon geven. Dubbel. Ben jij corrupt? Geef hem lekker, jongen. Pas als je nooit meer een bal meer hebt. Hij wil de tegels. Jan Willem, geef die bekeuring, krijg je een dislike. Nou, dislike ze. Zet ik mijn tollenleger op jou af. Ik denk dat dit wel was. Oh, wil je nog iets zeggen over die rellen? Nog even één keer? Nee. Maar was je nou bij die rellen? We haten je niet, dus kom niet naar ons huis. Maar misschien is er nu ook wat bezig. Zal ik even kijken? Is er nu wat bezig? Wij gaan lekker kijken naar waar er op dit moment rellen zijn. En lekker genieten. Met een biertje. Met een klein pilsje gaan we onze andere mensen ons entertainment verzorgen. Nou, dat is ook wel eens lekker, hè? Ja, een keer andersom, ja. Heb jij nou een groep van 5 vrienden? Wil je ook een keer met ons in het bos afspreken en kijken wat er dan gebeurt? De Nisa kreeg vol treffend waterkanon in. Dat ziet er aardig uit, ja. Dat water verliest de kracht dan niet of zo. Dat is echt fucking raar, joh. Maar dat je denkt van, het is mijn water, weet je wel. Ook de eerste keer in dat je, in je leven... Ik zag zo'n filmpje van Pont. Dat ze zo'n verslag hebben van, ja, en ze gaan zo wel het waterkanon inzetten. En zo'n vrouw zegt, ja, het is mijn water. Maar iedereen de eerste reactie ooit. Toen je hoorde van een waterkanon, dat je ervan, poeien, word je nat. Hoe erg is dat nou? Ik heb ook een super soap. Maar die kracht is zo, maar net als je dat... Opeens ook, hij bleef ook zo staan, zo. Die vloog op een gegeven moment weg. Ja, maar die voelen ze de druk op. Maar die dacht dat die Jezus was wel die het water kon splijten. Die dat was hard. Oh, Mozes. Alsof ik die Bijbel ken. Stel je komt echt helemaal uit Timbuktu. Je moet nog met de trein terug en helemaal nat pakken. Dat is ook kut. Dat is toch fantastisch. Ja, wat is er gebeurd? Ja joh, waterkanon. Met de trein terug, nou dat gaat ook niet meer daar. Nee, de trein en regen is er niet meer. Daar liepen kennelijk allemaal mensen over het spoor ook constant. Tjoh. Dat is op zich wel een soort van gevaarlijk. Nee, want er regen geen treinen meer, dus dan kan het. Oh ja, dat is eigenlijk kip en ei verhaal, dit. Ja. Nou goed. Dit is typisch kip en ei, man. Ja. Dit is echt kip en ei. Doos van Pandora. Als we maar even snel afsluiten, kunnen we een beetje geld uitgeven. Speelt PSV zo.
Zullen we livestreamen? Morgen. Ik heb echt zin om te livestreamen, Team Dier. Kom nu! Mensen, schakel nu in! Robbie is op dit moment live op luchtgraven.nl.tv/live/nl/. Abonneer wel. Ik was gisteren bij de rel. Ja, echt.nl. Ik ben live op dit moment. Heeft Banks dit al rol ingehaald? Wat zei je? Bijna. Wat? Wat zei je? Heeft Banks al rol ingehaald? Wel bijna. Zo. Nou, eerlijk, vind je dat nou leuk of vind je dat nou toch al stiekem een klein beetje kut? Op Banks nee. Banks is denk ik trots of zo. Is het verschil nog één of twee? Nee, ik weet niet hoeveel heb jij. Banks heeft nu 3,92. Zo? Jij ook. Maar iets wat echt niet mag gebeuren is dat hij hem in gaat halen. Waarom mag dat niet? Nee, maar dat verstoort alle soort van... Dat verstoort alle elementen der aarde, weet je wel. Laat hem dat dan lekker hebben. Als jij het niet erg vindt, dan is het... Maar dat vind jij wel erger dan Banks dus. Nou, dat is toch niet erg, want ik heb toch mijn content omgegooid. Ja, maar kijk naar de kenner. Ja, nee, maar... Ik snap het niet, maar ik vind het niet erg. Maar hij is wel lijp op dit moment. Ja, maar ik heb ook gehoord hoeveel aandelen hij heeft in Microsoft en hoeveel geld hij verdient en zo. Dus, het was hij is het einde complot. Nee, hoeveel krijg je per vaccin dan van Bill Gates? Bill zei Bill belde mij gisteren. Ja, Bill. Ja, maar Bill. Ja, gaan we nog een beetje van Bill. Ja, it's Bill. Ja, ik heb mag Bill. Hey, Bill, koepoos. Bill, goeiendag gewoon. Ja, we staan buffen. Goed idee. Hey, met Bill, we krijgen de pizza games. Hey, hoe gaat dat met Microsoft? Hey, Bill, gaat het goed of niet? Nee, maar ja, hij spuit die chips zo naar binnen en niemand heeft het door. Spuit hem. Vloeibare chip. Spekkie. Die worden dus gemaakt door ASML. En ASML komt wel weer toevallig uiteindelijk. ASMR? Vind ik het wel leuk. We gaan nu een chip inbrengen. Zullen we dat een keer doen voor een video? Zullen wij hier een ASML video maken? Hij trapt erin. Prachtig. Schitterend. Nou goed, mensen. Ik heb nog zin om hier een uur te zitten. Maar helaas, mensen. Wij gaan gewoon een uurtje door. Volgende week. Weer eentje. Maar hij lust niet eentje. Volgende week, nee, ik bedoel vrijdag, ja, stay ook, tuned. Gaan we het er nog over hebben dat we dit een keer achter een betaald platform gaan zetten? Achter een betaalde... Ja, als mensen kijken, vooral die oude nog een keer, want dit is misschien wel de laatste onbetaalde podcast die je gaat zien. Een betaalde platform heet OnlyFans, doen we het allemaal naakt. Ze gaan met naakt zitten praten. Maar wel alleen met Wist je dat OnlyFans dus helemaal niet bedoeld was voor naakte filmpjes? Het logo is toch een naakte vrouw? Ja, dat is later aangepast, maar het was eerst gewoon een ding voor waar influencers dingen op kunnen zetten. Een soort Patreon. Een soort fantube. Dat klinkt wel een beetje vies. OnlyFans. Nou, het is ja, nou ja. Van die hagelslag. Is het zo van, dit was niet de bedoeling, maar eigenlijk... Ik wou even iets zeggen over OnlyFans. Ja, kom. We hebben de outro al gedaan. Over het algemeen, mensen die knap zijn, hebben het veel makkelijker in het leven. Ja. Dus zoals jij. Jij bent de uitzonder. Nee, hij is juist. Hij moet juist vechten voor zijn plek, omdat hij dat juist niet meer heeft. Nee, maar het is toch ongelooflijk dat dan iemand alleen maar omdat diegene een beetje knap is, zoveel geld verdient. Ja, maar dat is zo werkt. Jij bent toch een beetje grappig. Jij zegt dat tegen onze doelgroep. Ik weet dat de laatste tijd veel vrouwelijke kijkers hebben die ermee eens zijn. Ja. We hebben ook nog heel veel vieze geile mannetjes die het allemaal maar kijken. Maar ook mannen. Ik las een maar als jij een beetje kan voetballen, krijg je een contract van 6 ton bij PSV. Ja, maar dan kan je iets. Ja, hoe zou knap zijn is toch ook iets? Nee. En jezelf verkopen op die manier is echt een talent, dat doe je niet zo. Maar dan heb je gewoon vertiefde jeugd. Nee, ik zit eigenlijk meer te denken, stel je voor je biedt op een huis en dan word je overboden door iemand die OnlyFans doet. Terwijl jij keihard hij is nu bang, is dat hoe het is? Ja! Ferry Doeners? Ferry Doeners is een OnlyFans. Hebben we ook een gekregen, Mark? Ferry Doeners kan... Hoe moet ik weten wat Ferry Doeners doet? Elk nieuwsding is dat geweest. Ferry Doeners kan niet zo. Jij lekker ze aftrekken, zo in het wasbakje spuiten. Ja, echt niks meer. Wat zeg je nou? Wie spuit je nou in de vastbak? Je doen, je hebt het gedaan. In je bad. Heeft hij gekot? Dat was hij. Maar was ook op zijn borst met dat hashtag... Nee, dat was weer iemand anders. Maar Koen, er is toch niks mis met OnlyFans? Boeien, als iemand dat lekker wil doen. Team Ferry. Maar ik vind dat die mensen zoveel geld verdienen voor niks doen, vind ik ongelooflijk. En met name als ze praatjes krijgen, dan moet jij normaal je bek houden. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen het gevoel hebben alsof je jezelf omschrijft. Ja. Sorry dat ik zeg, maar dus dat, heel veel mensen thuis die horen nu jou zeggen, ja, je krijgt heel veel geld, maar dan weet je niks doen en heel veel praatjes krijgen. Ja. Dat zeg jij nu. Die mensen thuis moeten dit accepteren. Ik heb ook een mooie quote uit een van mijn lievelingsliedjes. Ja. Heel de fit, alles viraal al zit ik heel de fit te kakken. Dus ja. Ik moet wel wat doen daarvoor. Dat is wel zo, ja. Ja, maar het is hetzelfde als je gewoon een model bent. Ik vind een mooie klok, mooie auto vind ik ook een goede. Mooie lach ook. maar ik was niet op zoek naar liefde, maar. Maar we gingen zwemmen. Varen, nee, maar. Die boot ging maar. Die boot ging maar. Ik voel iets kloppen. Dat komt niet kloppen. Het is de connectie. De bel doet het niet volgens mij. Ik moest kloppen, maar de bel doet het niet. Nou goed. Nee, okay. Sorry, je hebt met me omgepraat. Doe je nou OnlyFans? Wauw, goed bezig met je leven, man. Oeh, en dan heb je kinderen die zien dat je aan het spuiten bent in je wasbak. Fantastisch! Ja, hij is homo. Er zijn wel nog kinderen. Maar niet echt uit zijn spuit. Waar kan ik dit vinden?
Doe jullie dat wel eens in de wasbak? Nee, doe je het wel eens niet in de wasbak? In de wasbak van Ferry. Ik doe het altijd in de wasbak. Jij hebt zo'n wasbakje op je kamer. Ja, ik heb zo'n wasbakje op mijn kamer. Jij niet. Toch wel handig. Ik loop wel eens naar Rob. Die zat nee, iets te hoog voor Rob. Ja, dat was echt. Zo hij moet heel geil zijn. Ja. En zo op de vloer kleed. Was ik geil. Net als die Nutella. Moet hij er weer af gaan schrapen. Was dat Nutella? Was dat Nutella? Op het matras, bij Koens huis. Op Koens voorhoofd. Was dat Nutella? Vertel dat verhaal nog even. Nee. Jij huis huurde en toen kocht en toen zag je, lag er nog een matras en die was niet bruin. Die was gewoon nog helemaal wit. Ja, toen is het ook draai om. En die vorige bewoners hadden er niks mee te maken. Nee. Nou, die twee mannen die daar wonen. Die mensen thuis snap je ook helemaal geen reet. Maar je kunt het wel zeggen. Als je alles kan van onze woorden interpreteert, dan snap je precies. Mensen, bedankt voor het kijken. Zeg eens een keer Cuffietit. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. Mensen, abonneer op het Bansje kanaal. Oh, ja. Dan halen we Roel in. En mij ook. En haalt Robbie ook Roel in. En Milo? Niet. Zeker wel. Goed, dankjewel. Doe voorzichtig. Ga niet dood. En rij niet hey, maar joh, even nog een message. Een motiverende message. Recht in de kei. Mensen, we zitten in een kutperiode. Ja. Het zit allemaal niet mee. En misschien heb je inderdaad een kut studententijd, kut middelbare school. Dat je wilde je leraren echt helemaal een burn-out in werken. En nu zit jij met een burn-out thuis. Het is eigenlijk gewoon kut. Oh, eigenlijk karma. Eigenlijk karma, ja. Dat is wel waar, ja. Ja. Nou, lekker voor je. Eigenlijk zat het moraal van het verhaal. Nee. Mensen, het is een kuttijd. En ik snap dat sommige mensen denken, die kuttijd. Ik moet nu winkels kapot maken. Nee, dat denken onze kijkers niet. Maar dat is niet zo, hoor. Dat hoeft niet. Onze kijkers zijn niet zo. Dus doe het vooral behalve niet. Behalve de Jumbo. Hey, je bek houden, joh. Waarom plunderen ze nooit de Lidl? Dat snap ik echt niet. Ja, maar, niks halen. Nee, niks halen. Wel, als je ergens blijft met dat het helemaal kapot is, is het wel Eindhoven. Dat is wel... Nou, ik moet zeggen. Jullie hebben allemaal fucking mooie dingen meegemaakt in Eindhoven. Maar Eindhoven is het niet lelijker op. Ik zal jij nog een hele gast staan die kegels er die boarding dingen staan die ook niet meer. Hebben ze die gekanteld? Met geweld uitgezet. Die kegels. Die kegels, nee, die kegels staan... Die staan hebben ze die niet gekanteld? Nee, die staan nog gekanteld. Hebben ze ze recht? Zal ik nu even nog serieus? Ja, dat is serieus. Mensen, we leven misschien niet zo'n leuke tijd, maar dat maakt niet uit. Het komt allemaal weer goed. Natuurlijk maakt het wel uit. Het maakt wel uit, maar het komt allemaal goed. Vechten, geweld is niet de oplossing. Abonneer op het Bansje kanaal. Dat is wel de oplossing. Dat is de oplossing. En vrijdag 5 uur, be ready voor de première op het Bansje kanaal. Maar verwacht niet te veel. En de vrouwtjes die kijken, lekker. Soppen.